hem nog niet. Basil, Basil, Basil. Basil? Ja, ah. Kom hier. Nee. Dan zal ik wel lopen, hè? Ik heb al heel weinig gedaan. Dus voor het winter, de hele winter geblesseerd. Toen kon ik net een beetje in mei begon ik weer een beetje te bewegen. Wat doe je nou? Is een halve noten van 100 van het, wat er niet zo ideaal is. Waar is ook een zie je? Ja, ja, door. Hij is niet één kenner. Nee, het is wel een heel één kenner was, zeggen ze. Maar. Ik heb er geen één keer in. Ik heb er al drie gehad. Voor mij is het nog geweest. Ik denk dat hij dat ook al een beetje interessant vindt. Maar hij doet altijd dom, hoor. Wordt gewoon bij. Daar is ook een stokje mee. Je gaat er zo uit. Dat geeft niet, dat geeft niet. Dat is ook wel rustig. Vrouw, je moet even klaar op komen, joh. Dat leren jullie ook maar. Nee, daar heb ik geen zin in. Zo. Super! Wat een knap, hè? Jij was best knap. Je was best. Ja, ik deed te veel. Ik douw jezelf te doen. Nee, hè, stom vrouwtje. Wat een stom vrouwtje. Dan en dan eentje hier. Ja, koffie of zo. Of, nee, ik moet zo hierna. Leus loopt hard naast mijn benen. Wil jij koffie of thee? Nee, ik doe het dus met water. Ik had het zo groot gegeven, ik dacht dat ik er een popcorn voor bijna. Ik denk dat jouw batterijtje weer een beetje is, want ik wil hem aanzetten door zijn. Die is leuk. Oh, ik dacht de batterij van dit. Nee, die kan wel nog niet. Hij is nu niet stuurbaar geworden. Hey, grote vent. Ja. Nou, ik deed Topsy net ook stout, want ze pakte toch die tinnen. Maar ik zal toch op een of andere manier... Nou, ook wel... omdat ze misschien voor een keer omdat ze boven is geweest in de tunnel. En dan heb ze weer van, nou, tunnel is even niet goed aangegeven, dan hoef ik hem niet te doen. Nee, maar daar. Ik had de laatste stukje de palen en dan hoog en ik zat tussen. En toen ging ze toch door naar de tunnel. Omdat jij zei dat... Ze kan dat, maar dan moet je wel zo. De linkerkant van die vleugel aanwijzen. Ja, maar niet de rechterkant van die vleugel aanwijzen. Ik doe elke keer de verkeerde dingen. Net als met die auto. Ja. Je moet niet helemaal naar de rechtervleugel wijzen. Bij die, maar naar de binnenkant. Dat snap ik niet. Ze moeten hem zien, maar dat, heb je, maar dat hebben ze bij mij in de klas toch niet. Ja, natuurlijk hebben ze alles bij jou gehad, maar ik niet. Maar goed, ik deed het ook. Hij zat heel en je mooi moest daar iets anders doen, hè? Zag ik, hè? Nou, nee, het was de bedoeling dat die 15 aan de andere kant stond. Dus ze zegt, why are you doing that? Ik zeg, nou, we staan hier. Nee, zegt ze. Oh, dat staat wel daar. Oh. Ik zeg, nou, iedereen gaat het nu aan die kant doen. Want dan heeft iedereen het gekend. Ja. Oh ja, dan laten we hem zo. En dan doen we hem als variatie ook even gewoon naar rechts. Dus ik heb de bedoeling is, dus je de auto pakt op 15. Maar het is 15 op je hoofd. Oh ja, die, daar. En dat kan dus zijn dat ze daarna zegt, oké, nu goed voornemen. Oh, oké. Okay. Dat is mooi, want daarna had hem steeds van achter genomen, maar toen moest ik hem voornemen, want ik ging niet van achter. Nee, maar dat stukje bedoel ik nog niet. Ja, oh nee, daar zijn we nog niet. Nee, klopt. Oké. Nee, want op een gegeven moment, dan is het 15, is 16 die tunnel. En toen zei jij, je moet naar Fransen en dan kom je stond ineens toch aan deze kant. Ja, zij zei van je kan aan de achterkant blijven, dat het een oud wordt en dan kan je na de schutting Fransen. Of je doet hem inderdaad kort aangeven op die 17 en dan aanlopen en dan hier de remmen erop en dan naar rechts. Maar ik doe het gewoon zo, is het kort te lopen. Het is kort te lopen als dat meteen, dat is wel zo, haal je makkelijk. Stel je niet zo aan, Dat is op de motor. Wanneer denk je niet dat het gaat? Yes! Topje, was ik ook de motor in de auto? Ja.
Toppie kan tenminste wel stil hier zitten. Ik denk dat ik een benzine neerzetten, blijf je redden bij elkaar. Nou, ik doe dit nu even expres kijken, maar nu zijn ze wel even stil. Nu kan ze even flikker geven als ze blaffen. Maar ze zijn met z'n tweeën, hè? Ja. Als ik straks eentje... Als ik ze met z'n tweeën wegzet, zijn ze ook stil. Ja. Als ik er eentje uithaal, dan wordt het geschreeuwd. Dat heb ik dus ook. Maar dit, hebben, die, ze, dit hebben ze nog niet gedaan, hè? Dat heb je als ze geen enig kind zijn. Nee, ja, natuurlijk. Weet ik. En beter opgevoed als ze alleen zijn. Maar goed, Rasta kon het ook nooit en die kon het op een gegeven moment ook. Dus dat gaat... Zo, ik ga hem eventjes een plas laten doen en weer in de auto kunnen. Ja, en dan ga ik mijn hond passen als... Als zij zeiden. Hoe heet dat? Mariska. Mariska, oh, Mariska. Ah, nee. Ja, ik vind het saai, saai. Had ik jou toevallig niet toen een keer gezien bij Peter Sporenberg? Nee. Een keertje? Maar je komt me wel heel bekend voor. Ja. Maar volgens mij. Misschien wel even een tijd gaan dan? Nee, ik heb nooit even een geloven. Oh. Ja, dat is voor mij ook 10 jaar terug, hoor. Maar jij bent net weer begonnen? Of zo? Nou, nee, ik heb ook nog een labrador. Ja? Maar ik doe nu dan raad. Raad met Triana. Ja. En ook af en toe dogsports. Ja, maar ik loop heel veel wedstrijden, dus misschien dat je me wel gezien hebt. Ja, dat zou wel kunnen. Van allerlei honden. Ik heb een Kroaat en een Pirol. Wij zijn hier een large, toch? Ik heb één Border Collie. Oh. Ja, ik weet het niet. Ja. Ik kom in ieder geval bekend voor. Oh. Nou ja, ik had jou ook ergens vandaan, dus het zal wel dat we elkaar ergens gezien hebben of zo. Ja. En deze is eerste graad, of is die ook die? Nee, die heeft. Bij de dogsportwedstrijd? Ja. Oh, daar ga ik met hun ook naartoe. Oké. Ja, vind ik altijd lekker makkelijk en lekker makkelijk. Maar ze zijn, die zijn niet zo ver nog als die van jou, hoor. Oh. Ik ben niet zo vlot. Nou, ik kom niet, hoor. Ik heb 2, dus dat is altijd wat lastiger. Ik zie de dag pas ook echt van, ik wil gewoon lekker lopen en verder maken aan hier. Bij mij was nu beter aan het opletten als het eerste rondje, hoor. Het eerste rondje was hij gewoon poef, ik kan hard doen. Nou weten we dat ook, dat heb ik niet gezien, hoor. Maar hij hoefde nergens echt een tunnel te gaan halen, dus hij bleef overal gewoon netjes op me wachten. Want dat is hij doet wel. Het hartstikke goed. Hij blijft gewoon breien, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. De jongen is running in front of your dog. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Want dan zeggen ze hier een Franse, maar ik wil eigenlijk dat hij vol gas die Franse gaat doen, die beweging doet, dat doet hij niet. Dus als ik voor hem duik, dan gaat hij wel harder. Ja, dat is niet de bedoeling. Ja, ik vind dat zelf wel fijner. Nu doe ik het ook niet. Ik ga daar ook echt niet echt aanzetten, want ik weet ook niet echt. Ik nou topje, doe je best, doei. Ik zet niet aan. Ik ga niet... Hoeveel niet? Moet niet ineens aan die spelen trekken en springt. Nou, ik ben benieuwd als ik met Topsy ga lopen hun doe. Of ze dan gaan lopen krijzen. Of ik denk dat ze gaan lopen krijzen. Nou ja, goed, dan gaan ze weer terug. Dan zet ik ze gewoon in de auto en dan pak ik ze helemaal in de dekens. Zo'n schijf is nou geen gek idee voor een auto. Ik weet, waar je op zit? Nee. Die hun hebben nu een kort. En dat... hebben onder hun wollen weken, om hun schapenvacht, heb ik één zo'n warme schijf als ik thuis kom.
Gisteren, nee, wanneer? Vrijdag. Ik weet niet wat voor schijf het is. Wat een roze schijf is dat. Zo. Stop je hem maar op de grond, 7 minuten. Oh, zoiets. Dat ding heeft 24 uur warmte af, hè? Oh, oké. Okay. Dus toen ik terugkwam op vrijdag, van de hele dag in de meneer, was hij nog steeds warm. Terwijl het batterijtje van dat elektrische dingetje toen alweer op was. Die had ik vroeger altijd in de caravan. Weet je nog, mijn hele oude tochtige caravan? Zwinters, zat de ijs erop, legde ik 2 van die schijven in mijn bed. Die verschoof ik dan steeds op van plek. Ik had altijd kruiken erin. Ja, dit, maar deze blijft veel langer warm als een kruik. Het is een kruik. Ja. Soort van. Nee, je kan hem niet openmaken. Het is gewoon dicht. Er zit een gel in of zo. Ja, dat is misschien wel goed, want ik had voor Lloyd heb ik gisteren 3 jassen gebruikt. Want die waren op een gegeven moment nat. Ik denk als hij in die natte gaat, dan krijg je weer die kou op zijn lijf. Ja. Dus ik had een paar verschillende. Het was in Friesland echt vies hoor. Vies weer was het. Echt, het heeft de hele dag geregend. En, ja? Ja. Echt, het was vies. Niet dat je er last van hebt, want je loopt binnen, maar... Als je steeds een hondje halen, ja. Dan... Hè? Ja, daarom was ik blij dat de honden niet bij me. Vaak is het zo hoog, klammig. Nou, ik vond het vanochtend hier toch een beetje... in mijn gezicht zo, dat ik mijn hersens sloeg op tilt. Nou. En dit ook weer niet goed, want het aankleden, uitkleden, warme lampen. Wat is dit? Doe something! Exciting! Ze zijn wel goed warm. Ja. Zal ook kosten. Ik heb de prijs voor zien. Ja. Wat zit ze nou? Hinten. Hinten. Ik versta Hinten. Ja. Jij niet? Hij moet in. Hij moet in? Oh. Oké. Nee, het is wel een auto. Hè? Nee, toch? Jij denkt toch handje ook zo? Ik denk handje. Ja, dat wil ik zeggen. Maar ik verstond steeds Hinten. Ja, dat is Duits. Dat is Duits voor. Ja. Maar in Duits is toch meestal Aussie? Ja. Ik weet niet wat hij zegt. Oké, ik was eigenlijk een Dat is braaf, goed zo. Als jullie je bekjes ook zo direct te verhouden, dan... Mag ik even een kus storen? En morgen nog inschrijven, hè? Ja, wat gaan we... Voor die hele leuke. Ja, ik heb het toch helemaal niet nagekeken, dus dat moet ik vanavond echt wel even gaan doen. Moeten we meer inschrijven of niet? Weet ik niet, we moeten even op de naast van weer kunnen hebben krijgen. Want, ik heb wel mijn agenda meegenomen. Volgens mij staat daar niet zo. Even kijken waar ik voor weer. Ik heb deze, dit lampje nu. Wat? Dit lampje brandt er nou bij mij. Wat is dat? Er staat... Waarschuwingslamp motor. Er is iets mis met de motormanagement. Dat is je motor inderdaad. Oh, waar is oranje? Van je als auto? Als je oranje is, of je nog een axe, zodra je rood is, dan moet je hem uit. Oh nee, beetje foutje. Foutje bedankt. Ik knipper het waarschuwingslampje van de motor, rijd dan niet door. Ik heb tip van mijn garage, rijd niet door als er iets is. Want Marco is dus doorgereden met de bus. Dus toen is die veer echt gekrakt, hè? Ook wel, maar als die niet rood is, hoef je niet acuut te stoppen. Dan kun je wel eerst thuis komen. Ik ben wel eens vaker gewoon acuut gestopt, dan was het nergens voor nodig. Zij zei, nee, maar door. Ja, dan sta ik hier langs de kant van de snelweg naar Gilland. Ja, maar je hebt ook geen nieuwe auto meer, hè? Ja, het is ook geen nieuwe auto. Het is een waarschuwing dat er iets kan gaan gebeuren. Ja. Ja. Rood, dan moet je stoppen. Nee, het is een gele. Maar hij kletst meestal tegen ons. Dan zegt hij, het moet voor onderhoudsbeurt. Maar dat zegt hij nou niet. Nee, maar voor onderhoudsbeurt, dat is gewoon een ingevroken. Breng hem naar de schroothoop. Ja, dat is gewoon dat hij zo'n kilometer geen beurt heeft gehad. Sorry.
Maar ja, hij moet ook binnenkort naar de APK, dus ik denk dat hij nou iets eerder kunt doen. Dat deed hij vanmorgen natuurlijk, hè? Om 7 uur. Ja, dat is wel fijn. Ik wil hem even koken maken, hoor. Nee, gisteren. Waarschijnlijk meer met oliedruk te maken. Ja, misschien de oliedruk. Bij oliedruk krijg je het olielampje en dit is een motor. Hij wil voor een storing. Het kan best zijn in één van je kleppen. We zullen nog grote beurt gehad. Maar ja, ik rij eerst naar huis. Hoe lang is het rijden voor jou nu? Half uur. Oh. Nou, dan kom je wel thuis. Dacht ik ook. Ik ben hier afgekomen. Doei. Ik moest opzoeken, want je dacht nog niet dat ik al die lampjes uit mijn hoofd weet, hè? Wat zei het, waarschuwing? Ja, dat doet hij al bij 4 graden. Let op, het is 4 graden. Ja. 4 graden. Ja, ik kan zoveel. En welk moment we gaan halen, weet jij veel? Laat me gaan. Niet zo zeurig van de auto. De week bij ons ging het regenen tijdens de vorige. Dat is niet lekker. Eerst buiten lopen. Nee, dan moet je gewoon even nergens heen. Ik kan achter de achterdeur nog niet uitkomen, dan lag als wat op. Ik heb wel ergens van die schoenen met van die ijzertjes. Van die dingen wat je onder je schoen doet. Van die rubbertjes met nopjes. Die heb ik wel ergens klaar liggen, mocht het zo zijn. Ja, dat hoor je op de radio ook inderdaad, er waren weer heel veel botbreuken. Dat het ziekenhuis weer helemaal vol. Oh, ik denk dat jij mag. Ja. Oké, let's go from the backside number 4. Yes. Moet je koffie halen? Oké. Even kijken of het nog genoeg is. Ja.